Ik vind dat een advocaat moet staan voor deskundigheid. Dat is een eerste vereiste. En een tweede, buitengewoon belangrijk, onafhankelijk en partijdig. Eerst onafhankelijk, dat wil zeggen samen met je cliënt tot de overeenstemming komen en uitleggen wat dat inhoudt, die onafhankelijkheid. En dan ben je partijdig en dan ben je ook buitengewoon partijdig. Het enige wat telt is het belang van je cliënt, maar in die volgorde. Dat is mijn visie op de advocaat in de samenleving. Ik ben met heel veel plezier voorzitter geworden van de Raad van Advies van de Orde, omdat ik ten diepste overtuigd ben van de enorme betekenis van een goed functionerende, integere, toegankelijke professie van advocaten voor de kwaliteit van onze rechtsorde. De maatschappij verlangt ongelooflijk veel van de advocatuur. De advocatuur moet ook heel veel van zichzelf verlangen. De komende jaren hoop ik daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Advocaten zijn in Nederland misschien wel de meest besproken juristen. En dat is heel erg begrijpelijk, omdat ze een hele bijzondere positie innemen in de samenleving. Een positie die komt met plichten, maar ook met privileges. Een positie die gekenmerkt wordt door onafhankelijkheid en een eenduidige loyaliteit aan de cliënt. En dat gezegd hebbende wordt duidelijk hoe belangrijk de positie van de advocaat is voor mensen die recht zoeken in Nederland. Er is een kwalitatief hoge dienstverlening van de advocaat en daarmee dus ook een enorm belangrijke bijdrage die geleverd wordt aan de rechtsstaat. Want een open en transparante en rechtvaardige samenleving als Nederland kan niet zonder een krachtige en integere advocatuur. Tegelijkertijd is het, denk ik, voor mensen die politiek bedrijven ook ontzettend belangrijk om te zien dat advocaten al eeuwenlang een zeer onafhankelijke en tegelijkertijd ook heel erg kritische positie innemen. Juist ook ten opzichte van wet en regelgeving. En die kritische positie lijkt vanzelfsprekend, hè, zeker als je voor belangen van cliënten opkomt. Maar is dat allesbehalve? Want helaas kunnen we in de wereld nog te veel landen aanwijzen, zonder enige moeite, waar de advocaat niet in alle vrijheid die kritische positie kan bekleden. In Nederland zien we dat wel. En dat stemt mij gelukkig en doet mij ook erg veel vertrouwen hebben in de toekomst van de Nederlandse advocatuur. Waar advocatuur voor staat, vind ik best een lastige vraag. Omdat ik zelf gelukkig omstandigheid ben dat ik in 50 jaar nog nooit met een advocaat te maken heb gehad. Nog zelf, nog in mijn omgeving, nog beroepsmatig. Toch heb ik daar natuurlijk wel een beeld van. Advocaten zijn onafhankelijke mensen. Die mensen bijstaan in moeilijke omstandigheden, voor hen opkomen. En vooral die onafhankelijkheid, zuiverheid, dat is iets wat ik heel erg van de advocatuur verwacht. Mijn algemene beeld van advocatuur is een heel positief beeld. Omdat mensen nogal eens geneigd zijn in hun emotie. Advocaten die opkomen voor mensen die heel duidelijk dingen gedaan hebben die niet volgens de wet zijn. Om ook de advocaat daar als het ware mee te veroordelen. Ik vind dat helemaal niet. Advocatuur is een van de hoogste goederen van de westerse samenleving. Daar moeten we zuinig op zijn. En mijn algemene beeld, ook al is dat slechts heel gering door eigen ervaring bepaald, is dat het met de Nederlandse advocatuur best wel goed gaat. En al die jonge mensen die hier vandaag waren, als dat allemaal de advocaten van de toekomst zijn, dan doe ik er met een gerust hart nog een keer een beroep op. Ik ben zelf huisarts geweest, zei ik altijd, je komt allemaal een keer aan de beurt. En dat is volgens mij met de advocaten ook zo. Hallo, ik ben Sybrand Buma, lid van de Tweede Kamer. De rechtsstaat kan niet zonder advocaat. Maar met advocaten is het nog niet meteen een goede rechtsstaat. Daar moeten die advocaten zelf ook wel wat voor doen. Een advocaat moet onafhankelijk zijn. Die moet niet zich zomaar voor het karretje van zijn cliënt laten spannen. Een advocaat moet net zo zuiver zijn als de rechter. Een advocaat moet ook nadenken als zijn cliënt niet helemaal het totale bedrag kan betalen, terwijl hij wel een hele goede zaak heeft. Nou, als advocaten dat doen, zijn het volgens mij hele belangrijke mensen in de Nederlandse rechtsstaat. Tot ziens! De advocaat staat enerzijds voor zijn cliënt. En anderzijds moet een advocaat ook onafhankelijk zijn van zijn cliënt. Aan de ene kant natuurlijk wel partijdig, zonder cliënt geen advocaat. Maar aan de andere kant moet je ook de belangen van de andere kant, van de andere partij kunnen zien. En belangrijk is natuurlijk dat je niet zelf verwikkeld raakt in het conflict van je cliënt.
dus weer onafhankelijk. Precies. Oh. Oh. De advocatuur is mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de rechtsstaat. En dat betekent dat ieder advocaat integer moet zijn, deskundig en onafhankelijk, als dat moet, ook ten opzichte van zijn eigen cliënt. Ieder advocaat zou ervaring moeten opdoen in het bestuur of in het strafrecht, omdat hij of zij daarin controleert of een eerlijk proces is gevoerd en er de burger bijstaat tegenover de staatsmacht. Een advocaat vervult is een onmisbare factor binnen onze rechtsstaat. Het is een rechtse beoefenaar die ook een grote publieke verantwoordelijkheid heeft voor een goede rechtsbedeling binnen onze samenleving, opdat een ieder krijgt wat hem ook rechtens toekomt. Het is een beroepsbeoefenaar onafhankelijk van sniet, partijdig, vakbekwaam, integer, alert, maar bovenal ook iemand die over een grote morele professionaliteit beschikt. Moet ik het gordijntje wel openmaken, hè? Dat was toch de bedoeling, hè? Dat ik het gordijntje open... Sorry. Ik heb even wat te vertellen over de advocatuur. Ik kan niet heel goed begrijpen dat advocaten mensen kunnen verdedigen als een pedofiele zijn die kinderen misbruiken. En vooral mensen die zelfs ook kinderen hebben. Dat begrijp ik niet goed. En dat ze dan ook al na 2-3 dagen aan de veelplegers alweer buiten staan. En ook weer terug kunnen keren naar hun buurt. Waar ook kinderen wonen. En dat vind ik heel erg. Als daar niet wat aan kan gedaan worden. Was het dat allemaal? Hallo. Ik denk dat advocaten een hele belangrijke rol in de samenleving spelen. Tegenwoordig hoor je vaak geluiden van mensen op de straat die zeggen van nou, die verkrachter, die pedofiel, die zware crimineel, al zijn daden zijn bewezen, hij is fout, hij is slecht. Ja, opsluiten die handel en daar hoeven we geen tijd nog een advocaat, nog geld, moeite aan te besparen. En ik denk dat dat fout is. Ik denk een van de belangrijkste dingen in de democratie is dat het maakt niet uit wie wat heeft gedaan. Je hebt altijd recht op een verdediging en op een eerlijk proces. That's it. Met Koninginnedag ben ik dus geridderd. En een week later, na die officiële overhandiging van de ridder in de Orde van Oranje Nassau, kreeg ik een officiële brief van de gebroeders Anker uit Leeuwarden van hun kantoor. En daar stond in dat ze hadden samen even vergaderd en ze waren tot de conclusie gekomen dat ze zouden mij feliciteren. En dan bij het dorpsfeest bij ons in het dorp zou er wel een borreltje tegenover staan. En zo is het dus geschied. Vorige week hadden wij daar dorpfeest. En hebben we met z'n drieën daar nog even een borreltje op gedronken. Mijn naam is Wim Anker. Ik ben advocaat enkel in strafzaken. Ik heb een eenzijdige taak en dat is voor het publiek wel eens moeilijk te bevatten, omdat je mensen bijstaat die verdacht worden van ernstige delicten. Maar het is onze taak om te strijden, te vechten en te knokken voor die ene persoon, ongeacht wat hij gedaan heeft en ongeacht of deze geld heeft, ja of nee. Aan de andere kant houden we wel rekening met de belangen en de emoties van slachtoffers en nabestaanden. Wij moeten onze woorden goed wegen. En om nog een misverstand uit de weg te ruimen, hoe fel we ook zijn in strafzaken, wij zijn nooit de mond van de verdachte. We zijn nooit het verlengstuk van de verdachte, want wij hebben en behouden een eigen verantwoordelijkheid. En toch zijn we belangrijk, mede om die weegschaal van vrouw Justitia, die symbolische weegschaal, in evenwicht te houden. Waar ik me wel eens zorgen over maak, is het feit dat steeds minder advocaten bereid zijn om ook op te komen voor de mensen met de smalle
beurs. We hebben het dan over de toevoegingen. Dat ligt vaak niet eens aan die advocaten, maar vaak aan de cultuur van de kantoren. En het zijn dan met name de grote kantoren. Ik vind dat veel meer advocaten ook mensen moeten bijstaan die het niet goed kunnen betalen. Ook die mensen moeten een beroep kunnen doen op een advocaat. En ook op een gespecialiseerde advocaat. En verder zou ik het toejuichen dat elke rechter, elke officier eerst eens een jaar advocaat is. En dan met name in strafzaken. Ik denk dat er dan veel meer begrip ontstaat voor de positie van de advocaat. Dat wil ik nog even zeggen. Goedendag, ik ben Ad Krol. Mijn mening over advocaten is dat zij staan voor hetgeen wat ze zeggen. Ik vind het alleen jammer dat we hier in Nederland steeds vaker een advocaat nodig hebben om onze eigen zaakjes goed geregeld te kunnen krijgen. En daarvoor vind ik het fijn dat advocaten er zijn. Dank u. Dat was kort maar krachtig, toch? Ja, hartstikke goed. Ja? Ja, heel prima. Nou, oké. Dan ga ik verder met mijn werk. Ja, bedankt. Goed. En daarvoor vind ik het fijn dat advocaten er zijn. Dank u. Dat was kort maar krachtig, toch? Zet hem maar heel even uit weer. Kijk, behoorlijk warm hier. Oh, dat is heel suf. Sorry hoor, ze zijn we niet echt niet altijd. Ik moet denken aan Robert en Brink of zo, Johnny. In de caravan.